Heel goed. En wat is het? Blauwe hand. En er staat dus ook hier Galactic, want het is een streepje met drie punten ervoor. Blue Galactic Hand. Een blauwe galactische hand. Wow, dat is een soort van galactische Maradona. Een galactische Maradona. Een galactische Maradona. Klinkt dat goed? Weet je nog tegen Engeland? Nee, volgens mij is dat nog van dat ik nog voordat ik geboren was. Dat weet ik niet zeker, maar dat is wel heel lang terug hoor. Heb je lekkere cakejes meegebracht? Kan iedereen me zo ook een beetje zien, af en toe als ik zwaai? En anders kunnen we de film nog bekijken. Dus iedereen heeft nu wat gevonden. Die man die achter me staat, die was een blauwe spectrale aap. Dat kan je duidelijk zien. Dit was... Stef, dit was 2000? 11. Ja, tijd is een beetje radiaal geworden. 2011, toen gaf hij een van zijn laatste seminars in Italië. En niet heel lang daarna overleed hij in Australië. En deze man heeft eigenlijk bijna single-handedly, bijna in zijn eentje, die hele terugkeer van de Maya aangeslingerd. Het was een soort aanslingeraap. En... beetje flauw is het allemaal. Ja, maar dat mag op een aap. Aanslingeraap. Ja, mooi. Ja, ik hoorde hem wel. Kijk, tijd is niet van de Maya's. Toch? Bijvoorbeeld, ze zeggen wel eens dat een Amerikaan de elektriciteit heeft uitgevonden, maar dat maakt elektriciteit natuurlijk niet iets Amerikaans. Tijd is natuurlijk iets universeels. Ja. En de Maya's waren eigenlijk de bewakers van tijd, of beoefenaars van tijd. En die wijsheidstraditie is weer toegankelijk gemaakt. Dat, sterker nog, we hebben het net gedaan, hè. Dus dat zegeltje wat je gevonden hebt, dat is het begin van de terugkeer van de Maya's door jou heen. De definitie van de Maya is iemand die de Maya-kalender kent en gebruikt. Dat is heel simpel. Dus een Maya hoeft ook niet per se een Mexicaan te zijn. Een Maya is iemand die de Maya-kalender kent en gebruikt. Dus, en de persoon achter mij die heeft eigenlijk die de informatie weer toegankelijk gemaakt. Op een magische wijze. Weet je, rond 21 december wist iedereen dat er wat ging gebeuren. De hele planeet was in spanning. En dat is eigenlijk door één figuur aangeslingerd, en dat is die spectrale aap. En die heeft dus even kijken, wat kan ik er precies allemaal over vertellen? Ja, zonder dat ik dat dingetje. Soms moet je in jezelf een beetje praten, hè, maar dat kan niet met zo'n microfoon. Wat is zijn naam? José Argüelles, goeie vraag. Dit is José Argüelles. En die heeft ook wel eens een soort werknaam. En dan is het Valum Votan. En Votan, Pakal Votan, dat was een grote Maya-koning. En Pakal Votan leefde in Palenque. En dat was, ja, ik noem dat altijd maar een beetje...
opperhoofd van de galactische Maya's. De chief. En de Maya's is... Je had het volk in Mexico, maar je hebt ook een soort principe dat heet de galactische Maya. Dat zijn tijdreizigers. Dat is een soort mythisch volk. Het is een soort club reizende engelen. Of boeddha's. En die bezoeken verschillende planeten van tijd tot tijd die op het punt staan van overgang. Of waar de error van tijd is geïncarneerd. Daar laten ze een soort... wat laten ze precies achter? Ze laten daar iets achter, een soort katalysator. Ze laten daar clues achter, aanwijzingen. Hidden teachings, power objects. En op een gegeven moment, in de loop van tijd, gaat dat aanslaan. En breken wij door een belletje heen. En het belletje, het is het belletje van kunstmatige tijd. En... Dagfoto. Tak. Tak. Dit belletje, die kalender van de paus. En het is eigenlijk de platte tijd. Het is niet eens van de paus. Het is de platte tijd die onze geest een klein beetje verward heeft gemaakt. Met zijn onregelmatige namen, willekeurige namen, onregelmatige ritmes. Er is geen ritme in de natuur van 30, 31, 28 of 29. 30, 31, 30, 31. Als muzikant, weet je wel, ja, dat zijn samengestelde ritmes. Dan ben je een beetje jazzy bezig. Maar eigenlijk, dat gaat niet werken. Kun je niet op dansen. Dat is geen ritme. Geen patroon. En door die wanorde, weet je, en die ongelijkheid in ritme, dat is precies wat je ziet. Wereldwijd. Dan zie je toch chaos. Ongelijkheid. Maart, Mars, god van de oorlog. Julius, Augustus. Het is overal oorlog. Tijd is geld. Alles is te koop. We kopen de laatste boom op. Weet je wel? Dat is precies wat je ziet. En die kostbare uren die je dan hebt, die je dan verruilt voor geld, moet je belasting over betalen. Kalender. Dat is precies wat je ziet. Dus het is totaal niet kosmisch. En het is iets waar we nog nooit bij hebben stilgestaan, eigenlijk. Niet collectief. En het is een fantastisch instrument. Dit is eigenlijk de spel, de hypnose waarin we worden gehouden. En dat is precies wat we willen doorbreken. Het is die 1260 is een soort frequentiedeken. Het is een hypnose, het is echt een spel. Het is een frequentiedeken. Waar we onder zitten. Daar willen we doorheen. Toch? Op one way or another zoeken we dat. Earth Matters is een hele, denk ik, beoogd ook sucks. Daardoorheen. Alle goede bedoelingen die we hebben, toch? Dat heeft daar allemaal mee te maken. Dit is een collectieve hypnose. 1260 hypnose. En die, wat je net hebt uitgerekend, is een deurtje. Het is een poort. Waardoor je door die hypnose heen kunt. In een hele andere tijd. En wat je hier ziet, is de 13 maanden kalender. Wat je hier ziet, zijn 13 maanden van 28 dagen. Dat is die maankalender van de vrouw. Maar dat zijn 13 maanden
Dat 13 maanden maakt 1 jaar. Dat is die zonnekalender van de man. Alleen die is nu ook gekoppeld aan een galactische kalender. En voordat we de geschiedeniscyclus ingingen met het stichten van de eerste stad, Uruk, leefden we met de maan. Toen in de geschiedeniscyclus leefden we met het zonnejaar. Ja. En bijvoorbeeld Stonehenge, dat kennen jullie, hè, in Engeland. Dat is een soort monument. Die vangt op bepaalde tijden vangt hij de maan in een van die. Kennen jullie dat? Het zijn van die soorten, ja, hoe moet ik het omschrijven? Megalieten, maar het zijn soort poorten. Dus soms vangt hij de maan en de zon tegelijk in van die poorten. En dat was een soort symbool van oké, we gaan over naar de nieuwe tijd, maar wees niet getreurd, de maan en de zon die werken samen in harmonie. Ja. En oké, we gaan over van het vrouwelijke naar het mannelijke, maar die twee zijn in harmonie. En dus met de overgang van de maan naar de zon, dus van de vrouw naar de mannelijke cyclus eigenlijk, ja, dat zit in die twee kalenders ook besloten. Maar we zijn nu, hebben we dat proces geëindigd van die zonnecyclus, en we gaan nu de galactische cyclus in. Man, en we gaan dus niet terug naar de vrouw. Weet je, dat hoor je wel eens, hè? Terugkeer, nee, we overstijgen dat. We gaan een galactische cyclus in. En dat is echt totaal iets nieuws, weet je wel. Ik zie ook een heleboel van die vraagtekens van hoe gaan we dat doen? Maar dat moeten we dus bij elkaar zien te dromen. Wat betekent dat? Tijd is niet geld. Hoe kun je over tijd nadenken dan? Ja? Dat is het instrumentje wat je hebt gekregen, dus dat we via die spectrale aap hebben gekregen, is een magische tool. En wat je hier ziet is, dit is de oude software, die wordt gedelete en we injecteren de nieuwe software. Ja. En de 13 maanden is een biologische cyclus van de vrouw. Het is een gemiddelde maancyclus. Dus het zit in ons. De mannen hebben het ook, zieger. 13 maanden. Alleen we zijn iets minder bewust van, want wij hebben niet die maandelijkse bewijs ervan. Maar we hebben het wel hoor. En even kijken, waar zou ik heen gaan? Ja. Die is mooi. Dus hier zie je 13 maanden. Als de aarde 1 keer om de zon draait, draait de maan er 13 keer omheen. Je hebt 13 maanden van 28 dagen. En die wordt gekoppeld aan de Tzolk'in. Tzolk'in is de telling van kin. Kin is een eenheid. Het kan een dag zijn. Het kunnen ook 260 jaren zijn. Of 260 stapjes van 20 jaar. Als het maar een eenheid is. En als je bijvoorbeeld kijkt, we zitten vandaag pagina 11. Pagina 11. Ik ga jullie heel even helpen wat je precies ziet, want dat is vaak het moeilijkste. Om echt te zien waar je naar zit te kijken. Ja? 84. Très bien. Dus het is vandaag, we zitten in de Resonant Moon. Dat staat hierboven. Helemaal, hoe heet dat? Rechtsboven. Resonant Moon. Dat is de 7e maan. En we zitten op dag 13. Dus, dag 13. Als je goed kijkt weer, je ziet een balkje met een bolletje en je ziet een soort zaadje. Dat, die,
precies in dat kuiltje in de grond past. Oké, hoe heet die? Kijk je weer op pagina, wat is het, 18 en 19? Het is een yellow seed en dat balkje met dat bolletje heet rhythmic 6, een yellow rhythmic seed. Cool, dat is vandaag. Hey, en morgen is het gewoon het volgende zegeltje, dus het is vandaag een yellow seed, dus morgen is het een rode dag, een red serpent. Dat is gewoon de volgende, hè? Een rode slang. En het is vandaag ritmische toon, dus morgen is het een gezondheid. Morgen is de wensdag. Of een resonante toon. Zie je dat? Het is gewoon de volgende. Dus, wie snapt dit niet? Snapt niet. Het is vandaag yellow seed. Dat geef ik gewoon dan. Morgen is het de volgende dag. Wat is dat? Wat komt er na de yellow seed? Zie je dat? Rode slang? Klopt dat? Staat die eronder? Correct, ik zie een ja knikken. Klopt, hè? Hey, en dan op die andere pagina zie je zo ergens rhythmic staan. Zie je een streepje met één puntje. Ja? En daaronder staat resonant. Een streepje met twee puntjes. Dus dan ga je van 6 naar 7. En dan ga je van 7 naar 8. Oké. Dat kun je ook weer zien op die pagina 11. We zitten nu op dag 13. Morgen is het dag 14 van maand 7, de resonante maan. Dit is allemaal wat nieuw, hè? Die namen zijn wat onwennig. Maar het zijn er maar 13. En dus dat valt best te doen, hoor. Ik bedoel, je moet jezelf een beetje de kans gunnen. We zitten in de noosferische evolutiecyclus. Supermind. Toch? Klein beetje. Exertion is evolution. In this case. Dus, als we dit begrijpen, en we gaan ermee werken, zijn wij Maya's. Zo simpel. Easy. Easy does it. Is niet moeilijk. Dus wat er gebeurt, kijk, in het begin, een beetje persoonlijk verhaal, misschien leuk, weet ik niet. Stef, wij waren nog vrij jong, toch? Tenminste, ik was wel heel jong. Jij was wat ouder. Dat is ook een aap. Ja. Nou ja, die apen, ja. Solaire apen. Wij werkten samen en we waren bezig een hele berg stenen, van die straatstenen, uit een berg aan het pakken, op een pallet aan het leggen. Netjes in rijtjes van 10 bij 10, zo. En dan stapels. We waren stenen aan het stapelen, dus weet je, dat is echt gewoon materie verplaatsen, hè? Dat is heel simpel werk. En dus we hadden heel veel ruimte over om over mooie dingen te kunnen nadenken. En hij begon op een gegeven moment te vertellen over Maya's en kalenders. Ik geloofde er helemaal niks van. Hè. Misschien was ik 16 of zo, dus ja, dan heb je dat. En hij zegt, nou, ik heb wel een boek voor je. Engels. Ik was net van school afgegaan, want ik had 3 jaar achter elkaar slechte cijfers voor Engels. En voor wiskunde. En nou had hij een Engels boek over Maya-wiskunde en tijd. En ik geloofde er niks van. Dus ik ging zitten met een woordenboek en een calculator, een rekenmachine. En het klopte wel iedere keer zo. En ik leerde ook wat Engels. En ik zeg, Stef,
zo'n kalender misschien voor me. Mezelf uitgerekend, ik was een magnetische draak. Dat vond ik eigenlijk een beetje jammer, want ik had veel liever een kosmische tovenaar geweest. Ik dacht, dat moet beter zijn dan een magnetische draak. Maar ik vind het nu toch wel cool. Ik vind het wel cool. Maar nog steeds zo'n kosmische tovenaar. En zijn we het gewoon gaan volgen. Wat we deden is, iedere dag tekenden we zo'n balkje met stipjes. Net wat voor dag het was, dan tekenden we het zegeltje na. Schreven we de naam op. En we maakten er ook een soort versje bij. Dat staat ook in dit boekje, dat kun je allemaal vinden. En weet je, daar begonnen we mee. In het begin was dat een beetje vreemd. Maar later ken je die zegeltjes wel en begin je het zelfs te herkennen. Want je hebt bijvoorbeeld je zus en je moeder heb je uitgerekend. En, mijn moeder is een ritmische maan. Mijn zus is een solaire nacht. Weet je wel, en mijn opa was een kosmische aarde. En dat soort dingen. Dus dan op een gegeven moment zie je, hé, mijn opa is jarig. Even mijn opa bellen. Opa, gefeliciteerd. Ik ben niet jarig. Ja, het is je galactische verjaardag. Ik kom zo direct met de clubvrienden taart eten. Dus dat gaat dan zo. En vooral natuurlijk hele bijzondere dagen. Dat je van je fiets gevallen was. Of dat je een kristal had gevonden. Of, ik zeg maar wat, hè. Of je trouwdag. Of je van die bijzondere dagen. Die blijven je dan bij, natuurlijk. Maar na 260 dagen keren die weer terug. En dan, hey, toen was ik getrouwd. Of toen was ik van mijn fiets gevallen. Of toen had ik dat kristal gevonden. En wat is er nu? Dat kan heel wat anders zijn. Dat hoeft niet per se op elkaar te lijken. Maar ze zijn wel verbonden in tijd, die twee momenten. Het is dezelfde dag in deze matrix. En op een gegeven moment wat je creëert, zitten je herinneringen in die matrix. Begrijp je wat ik bedoel? Ja. Net zoals je nu bijvoorbeeld onthoudt dat je trouwdag 23 november is. Ben je getrouwd op een spectrale wereldoverbrugger? Of zo? Dat kan. En weet je wel, en dat om de 260 dagen moet je dan een bosje bloemen geven. Of een doosje chocola. Of whatever you do. Ja. Dus die herinneringen die gaan recyclen. Keren terug. En sterker nog, je ontmoet iemand die een spectrale wereldoverbrugger. Je hebt een kristal gevonden en je was getrouwd. Weet je, dus allerlei dingen gaan zich koppelen in tijd. Ja. En op die manier ga je zien dat tijd een matrix is. Dat tijd, dan begin je te zien wat ze bedoelen met tijd is de vierde dimensie. In de vierde dimensie heeft alles verhouding tot elkaar. En is alles een verschijning in een radiale matrix, in een matrix van tijd. Tijd wordt magisch. Tijd wordt magisch. Bijvoorbeeld, ik zat eraan te denken, hoe ga ik dit nou uitleggen hier zo? Dit is echt iets wat je alleen kunt ervaren door het zelf te doen. Weet je wel? En wij hebben, voor mezelf hebben legio voorbeelden dat ik zeg van, nou, dat is frappant. Weet je wel? Bijvoorbeeld vandaag is een ritmisch zaad en ik ben in Groningen, dus ik dacht ik moet mijn tante even bellen. Want, of het is niet echt de tante, maar de broer van mijn moeder was getrouwd. Met mijn oom dus. En de broer van mijn moeder, mijn oom dus, was getrouwd met een aangetrouwde tante. En die was, ja, ik kom er niet uit, maar begrijp je het? Slok u later. Van wie? Van tante. Dan krijg je dat effect met zo'n aangetrouwde tante. Ida.
veel makkelijker. En ik denk, ik ga Ida even bellen, want haar man is overleden toen hij 33 was, mijn oom. Dus dat is heel jong. Dat was een vrij schokkende gebeurtenis in onze familie. Maar hij was 33 en hij is overleden op een ritmisch zaad. Dus, vandaag. En ik heb hem niet zo heel goed gekend, weet je wel. Maar ja, we hebben daar af en toe wel over. Hoe was mijn oom dan? En, ik schijn een paar dingen van hem te hebben. Interessant. Maar mijn opa is ook niet zo heel lang terug overleden. Iets van 2 jaar terug. Om precies te zijn 780 dagen terug. Ook op een ritmisch zaad. 33 rondjes van 260 dagen. Nadat zijn zoon was overleden op zijn 33ste. Weet je, en dat zijn van die dingen. Dat zijn natuurlijk hele heavy momenten. Maar als je dan ziet, hey, is precies dezelfde dag. Met al die getallen erin. Dan zie je van, ah, tijd is een radiale matrix. Alles is in orde. En dus ik denk, ik bel mijn tante op. Die heeft het blijkbaar niet gehaald, want ik zie er niet zitten of ze is in vermomming. Maar weet je, die heb ik dat verteld. Die heb ik dat toen al verteld. Van, nou, mijn opa, weet je wel, ja, die is nu bij jouw man, bij mijn oom. Die is op dezelfde dag gegaan als dat hij ging. Weet je, dus dat is symbolisch. Dan zie je dat ook de symbolische kracht van tijd. Weet je, alles is een symbool. Alles heeft echt diepe lagen van betekenis. Zelfs de meest onbenullige dingen. Want alles is gesynchroniseerd door tijd. En tijd is een dimensie op zich. Ja. En om die dimensie te betreden, hebben we deze tool. Het is echt een tool, weet je wel. En dit kan een heel leuk praatje zijn, maar alleen als je dit gaat gebruiken, ga je dat ervaren. Ja. En anders is dit gewoon een zaadje, weet je wel, die wellicht later een keer wortel schiet. Maar we zitten nu in de nieuwe cyclus. We zitten in de cyclus van de noosfeer, van de kosmische mens. De mens is niet per se de slaaf van banken. Weet je wel, of is niet per se alleen maar een instrument om belasting te innen. Hij is heel goed. Ik denk dat we het zo even gaan doen. Dan gaan we zo even kijken wat we precies ontvangen voor gedachten. Is dat een goeie? Ja, na de pauze gaan dingen heel anders. Dus straks vroeg iemand tegen aan mij iets over meneer Mallet. Ja. Jean-Pierre Garnier Mallet. Tijdens het water drinken, maar dat was een heel zwaar woord. Ja. Kijk. Als je van binnen zoekt naar het nu. Naar het nu moment. Kunnen we dat doen? Gewoon zitten. En we denken niet aan zo direct hoe we naar huis gaan. Wat we nog allemaal te doen hebben. Of aan morgen. We denken ook niet aan daar straks. En we zijn niet per se aan het analyseren. Geen Jungiaans of Freudiaanse analyses. Just being. Just being. En
ervaart jouw geest dan precies dit nu moment? Kun je het nu zien? Of proeven? Kun je tijd horen? Ze hebben het natuurlijk altijd over die gap. Dat nieuwe moment is een gap. Een gat. En wat voor vorm heeft tijd? Is tijd een lijn? Is tijd plat? Is jouw ervaring plat van het nieuwe moment? Is jouw ervaring van het nu een lijn? Die vraag van daar straks. In wezen, omdat het nu avond is, ontvangen wij kosmische straling. Dus dat zijn geladen deeltjes of radiogolven van de sterren. En de plek waar het nu dag is, dus waar de zon te zien is, is vooral de zon actief met zonnestralen. En dat is iets wat we niet per se bewust voelen, maar we kunnen ervan uitgaan dat ons lichaam dat nu ontvangt. Of op de plek waar de zon schijnt, dat de planten dat ontvangen en daardoor groeien, die straling omzetten. En ook onze hormonen reageren erop. En als de zon ook gedachtekracht naar ons zou sturen, hoe horen we dat? Als de aarde ook zou dromen of aan ons denken, op wat voor manier zouden wij dat kunnen weten? Het is vandaag een georitmisch zaad. En het zaadje is ook jouw gewaarzijn van dit nu moment. Dat kan uitbloeien. En tot een continu gewaarzijn van dit nu moment. Kern waar jouw gewaarzijn en tijd met elkaar snijden, een soort intersectie. En stel je voor dat die hele kunstmatige tijd uit jouw geest verdwijnt. Stel je dat gewoon eens voor als deken die jou bedekt, die in jouw lichaam zit, in jouw energieveld, in jouw mentale velden. Die stress van de tijd is geld, van de oorlogsgoden. Laat ons voorstellen dat die uit je lichaam verdampt, moeiteloos. Die naam die je daar straks gevonden hebt, jouw geboortedatum in de Maya-kalender, herinner je die nog even, wat was het ook alweer? Slang, adelaar, draak, krijger, hond, mens, maan, hemelwandelaar, wereldoverbrugger, ster, nacht, wind. Neem die rol aan en zodra je
die rol aanneemt, verdrijf je al die 1260 tijd uit je lichaam. En voel je dat jouw lichaam vol zit met cycli, de cycli van je cellen, de cycli van je bloed, de cycli van de atomen, de cycli van je organen, welke organen in rust zijn, welke actief. De frequenties in je hersenen, de cycli van je leven. En je voelt dat jij een belichaming bent van allemaal verschillende tijdcycli. En dat we leven in een wereld vol met tijdcycli om ons heen, de natuur, de bomen, die soms cycli hebben van duizenden jaren voordat ze omvallen en opgenomen worden. De jaargetijden, eb en vloed, de komst van bepaalde diersoorten en het verdwijnen. En de cycli van de planeten, de hemellichamen, de sterren. Ik voel dat dit allemaal cycli van tijd zijn en dat jouw geboortedag nu een jouw ankerpunt is. In deze zee van tijd. En stel je voor, doe net alsof je echt een galactische Maya bent. En laat die kosmische tijd, al die cycli van de hele kosmos, doe net alsof je die kunt voelen in je lichaam. Alsof de cycli van jouw atomen resoneren op de cyclus van de Melkweg. Voel al die vibraties en frequenties van tijd in jou. En hoor dan ook die symfonie, die klank die alles laat bewegen. Die daarachter ligt, die al die verschijningsvormen een beweging geeft. Stel je voor dat je dat kunt voelen met je bloed, met je cellen, met je lichtlichamen, in je geest. Zie dan dat je 20 vingers en tenen hebt, 13 grote gewrichten, je enkel, je knie, je heup, je pols, je elleboog, je schouders, je nekgewricht. Je bent eigenlijk die levende matrix van tijd, een levende galactisch programma. In een zee van tijd. En je bent bewust aanwezig. En relax. Laat dit beeld los. En kijk nog eens naar die matrix achter op je kalender. En wat zie je nu? Dit is een hele vormloze beoefening van synchrone orde, eigenlijk. Er bestaan dus ook oefeningen meer met vorm. Bedoel ik eigenlijk mee, dan gebruik je die tijdcodes
in je lichaam of om je heen om tot die afstemmingen te komen, zodat je op een gegeven moment dat antwoord op jouw vraag was, wat wordt er dan door ons heen gedacht, dat je die op een gegeven moment kunt beantwoorden. Want het is vaak, wij denken zoveel. We denken zoveel aan de toekomst en aan het verleden. We maken ons zorgen over de toekomst, weet je wel, en we maken eigenlijk ons ook zorgen om het verleden. We zijn nooit precies hier en nu. In het hier en nu, echt in het hier en nu, kan je helemaal eigenlijk geen eens echt eigen gedachten hebben. Echt. Een gedachte moet altijd opkomen, die is er even en hij verrijst weer. Dus dat duurt even. Dus de eerste helft van de gedachte bestaat niet meer, dat is het verleden. De volgende helft van de gedachte is er nog niet, dat is de toekomst. Op dit moment heb je geen eens een gedachte. Dan heb ik nog niet eens koffie gedronken. Nou, we moeten er wel even van genieten. Hij heeft zo zijn best gedaan om dit in de computer te zetten. Dit is de harmonische index. Hier, dit was vroeger dat ik met Stef samenwoonde. Op de flat was dit onze televisie. En want wij ernaar zitten kijken, dat... Wij hebben al zoveel dagen gevolgd. Wij zitten naar onze herinneringen te kijken. Wij zitten naar personen te kijken. Dit is een andere vorm van die kalender. Hier zie je draak met 1. Dus in plaats van een stipje staat er nu 1. En een wind met 2. Bijvoorbeeld dit ben ik. En dan ga ik Stef even opzoeken. Stef, dit ben jij. En Jan Erik, wat was jij ook alweer? Maan. 9 maan? Nee, 5. Toch? Ja, boven. Boven maan? Ja, boven de overtoon. Jeetje, dan ben jij dit. Dus ik zit gewoon naar... begrijp je hoe ik bedoel? Je zit op een gegeven moment naar mensen te kijken, naar herinneringen. En je herinneringen komen in een patroon, je vrienden komen in een patroon te staan. Tijd is een patroon. Tijd is een matrix. Tijd verschijnt in de ruimte als een cyclus. Maar in het echt is het een radiale matrix. Alles is verbonden met alles. Ten alle tijden. Alles informeert alles. Op ieder moment. Ja. En weet je, wij zijn maar net begonnen. Wij zijn net iets eerder begonnen. Ik kan jullie net aan uitleggen hoe je dit uitrekent. Maar we moeten dit echt samen gaan doen. En weet je, we hebben 26.000 jaar hoor, so don't worry. Don't worry. Oké, vraag. Ja. Wat voor manier de zegel die je bent, ik ben Blue Self-Existing Monkey. Wat dat bijdraagt in het geheel, wat dat dan betekent. Blue Self-Existing Monkey. Oké. Nou, dan zap ik gewoon even verder. Monkey. Hier zie je een monkey. Dit staat hier trouwens ook in je boekje? Volgens mij wel, hè? Ja. Oh, iets anders. Er staat wel een hoorn, hè? Oké. Ze hebben hier de chakra's eruit gehaald, dat is ook wat. Goed, dan maken we die. Op pagina 15 zie je bijvoorbeeld links onderin, zie je dat lichaampje met die tonen eromheen. Welke toon had jij daar straks voor jezelf gevonden? Jij hebt 4 gevonden. Ja. Waar zit 4? Dat staat eronder bij de voetjes. Je rechter... Je rechter polsgewricht. Ja, toon 4. En daarboven zie je die handen en voeten. Waar zie je de aap? Het is een beetje klein hoor. De hand, welke vinger is het? Linkerhand, wijsvinger.
wijsvinger. Toon 4, hier, wijsvinger. Ja. En op dit schemaatje, moet je maar even kijken, zie je bij de aap, staat één stipje. Die zie je ook in de keel staan hier. Weet je wat een chakra is? De aap zit in je keelchakra. Oké, dus visualiseer die blauwe aap in je keel. Voel je linker wijsvinger en je rechterpols tegelijk. Dat betekent onder andere zelfbestaande aap. Begrijp je hoe je dit doet voor jezelf? Zoek je vinger op of je teen. Dat kun je vinden. Hè? Het is niet zo groot. Weet je, de mensen die het nu niet goed zien, thuis vergroot glas. Leesbrillen. Nu kom je eerlijk zijn tegen jezelf, gewoon die leesbril halen. Dus wie heeft bijvoorbeeld de rechter groot?